Kantonrechter Marie Mettenaf heeft op de rechtszitting van donderdag Michael A. veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor het doden van Orfeo Vonkel. Tijdens een ruzie met twee broers voor een winkel werd het slachtoffer in juni van het afgelopen jaar te Adjoni neergestoken met een schaar. Het slachtoffer rende weg, maar zeeg na ongeveer 100 meters neer en overleed ter plaatse. Het Openbaar Ministerie had tegen Michael A. 12 jaar celstraf geëist en tegen Zwiet A. was er vrijspraak gerequireerd.